En ik ga ook even het geluid bij hen aanzetten. Okay. Ja, welkom. Ja, we zitten erin. Goed. Nou, Ton is er ook bij. Heel fijn dat Ton wederom een lezing wil geven voor platform 13Now. Welkom ook voor mensen die dit terugkijken. Lezing door zenmeester Ton Lathouwers. Titel: Je kunt er niet uitvallen. Ook de titel van zijn laatst verschenen boek, een serie zen-toespraken. Jullie hebben, ik zal even nog mijzelf voorstellen. Ik ben Elsbeth de Ruiter, niet te verwarren met Elsbeth Wolf, die naast Ton zit. Ik begeleid deze avond namens 13Now. Ik verdwijn straks naar de achtergrond voor eventuele technische ondersteuning. Elsbeth Wolf zit naast Ton om hem waar nodig te assisteren. Aan het eind van de lezing is er een mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen. Dat kan via de chat. Ik zal die vragen, ik zal dan weer terugkomen en de vragen voorlezen voor Ton. En waarschijnlijk zal het ook hier en daar nodig zijn dat Elsbeth Wolf mijn vraag herhaalt, zodat Ton daarop kan reageren. Goed, nou, ik wens jullie dan allemaal een hele fijne avond, Ton en alle deelnemers en mijn naamgenoten. En dan ben ik naar de achtergrond. Bedoeling is dat Ton groot in beeld is. Mocht dat niet zo zijn, laat het even weten via de chat. Dan moet ik even een andere instelling maken. En tot later. Fijne avond. Ton, jij kunt beginnen. Kan ik beginnen? Jij kunt beginnen. Ja? Ja? Oké. Okay. Dus allereerst wil ik iedereen... Kunt u mij horen? Ja, Ton. Ja. Ja. Nog een keer opnieuw? Nee, je kunt echt beginnen, Ton. Goedenavond. Zeg ja hoor, Ton. Het gaat goed. Je kunt doorpraten. Je kunt doorpraten. Oké. Okay. Goedenavond. Iedereen die luistert, zonder uitzondering, of u mij nou ooit eerder gehoord heeft of nog nooit gehoord heeft, en speciaal ook alle mensen natuurlijk uit België, wil ik ook heel hartelijk welkom heten. Ik heb daar zo'n stuk van mijn leven in België doorgebracht. Jullie hebben een speciale plaats in mijn hart. Maar ik wil een aantal mensen ook persoonlijk nog even noemen. En allereerst is dat Elsbeth, die hiernaast zit. Ja, de beide Elsbethen die ik ken nou, sinds ik jou nou op de televisie zag. Ik ken het spreekwoord no man est omen. Een naam is een voorteken. Het is typisch dat alle Elsbeths die ik ken, dat zijn werkelijk engelen. En hier zit er eentje naast me. En hier tegenover op de televisie, die mij aan het interviewen is, is ook Elsbeth. Jullie zijn allebei engelen bij deze. Ja, hartelijk welkom. En dan wil ik nog een aantal andere mensen ook welkom heten. Speciaal bij naam, omdat die voor mij belangrijk zijn in de ontmoeting. Dat is... Allereerst een Belgische, Fernanda de Sloveren. Ik weet niet of je me hoort, Fernanda. Je weet nog wel wie ik ben. Oké, okay. Alle goeds voor jou en voor je kinderen en voor je man en voor iedereen. Ik hoop je nog een keer te zien. En verder wil ik nog een Belgische begroeten, Anna Koudenijs. En danken voor onze ontmoeting en het werk waar we samen mee bezig zijn. Hartelijk welkom met het luisteren. Dan wil ik bijzonder groeten Maria, de vriendin van Elsbeth, Maria de Grote, die mij nog bericht heeft, zet hem op, lieve Roshi. Ja, ik ga hem opzetten, lieve Maria. Speciaal voor jou. Als zou jij de enige zijn die luisterde, ik zal het met hart en ziel doen. Ja, dus dan heb ik denk ik ook nog één groep, dus de Zen-groep in Rotterdam, die mij ook dierbaar is, want ik heb daar vroeger heel veel naartoe gereisd. Een thuisjurs gehouden. En nu doet Elsbeth dat. Alle mensen van de Rotterdamse Zendgroep, hartelijk speciaal welkom. Jullie hebben een speciaal plaatsje in mijn hart. Ja? En nou begin ik met mijn eigenlijke verhaal. Ton. En we gaan even
10 minuutjes even de stilte in. Nu. Oh ja. Ja, gelukkig dat Elsbeth er is en mij vertelt hoe het in Zen eigenlijk in elkaar zit. Ik heb begrepen dat wij nu 10 minuten eerst de stilte ingaan. Dankjewel, Elsbeth. Oké, dankjewel.
Kan ik beginnen? Ja. Ja. Nogmaals, goede avond iedereen. Iedereen zonder uitzondering, of u mij kent of niet. Mijn verhaal, mijn tijdshow, dat is, dat heeft u kunnen lezen. Je kunt er niet uitvallen. Ik heb daar ooit een boek over geschreven. Dat is intussen al een tweede verbeterde versie over. Maar dat is zoveel jaren geschreven naar de eigenlijke ervaring. Want dat is bij mij echt iets geweest in mijn leven op een moment waarop ik juist ervan overtuigd was dat je er wel uit kon vallen. En vooral dat ik er zelf uit viel, dat het allemaal mislukte. En werkelijk dat ik dacht, als het zo is, dan geef ik het nog mezelf ook een trap na. Dan trap ik het allemaal af. Alles wat religie is, alles. En wonderlijk genoeg was dat precies het moment van bevrijding. Ik kan het niet anders verklaren. Er is geen uitleg voor. Ik kan alleen maar zeggen, dat is zo'n bevestiging voor. En dat ik ook op datzelfde moment wist dat dat niet alleen voor mij gold, maar voor alles en iedereen zonder uitzondering. En dat ik toen, kort daarna, in een interview voor het eerst die woorden gebruikte. Elsbeth heeft dat interview voor mij nog en dat zal ook op de website geplaatst worden hierop. Dat is veel dramatischer en duidelijker over waar het om ging. Dat was echt een diepe overtuiging dat alles instortte en de ontdekking, je kunt er niet uitvallen. Niemand. Niemand. Ik zal het naderhand met wat voorbeelden nog toelichten, maar dat is werkelijk het punt waarbij een soort ommekeer plaatsvond. Het mooie is, de uitdrukking daarvoor, we kennen allemaal de uitdrukking verlichting en ontwaken en zo. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar er is een uitdrukking in het boeddhisme, Ashraya Paravritti, in het oud Pali of Sanskriet. En letterlijk betekent dat een revolution of the fundaments of the heart. Een werkelijke ommekeer van de fundamenten van je hart en je geest. Zoiets wezenlijks. En nogmaals, ik moet daar met mijn handen en met mijn hoofd en mijn denken en voelen afblijven. Dat is een wonder. En niet alleen dat ik zo denk, goh, heb ik even geboft dat het mij overkomt. Uit de grond van mijn hart ben ik op datzelfde moment overtuigd. Dat geldt voor alles en iedereen. Zoals werkelijk een oude Chinese monnik mij dat ooit vertelde. Het geldt voor alle levende wezens. En toen zei hij erbij, en dat zijn ook de demonen. Zeg maar Satan. Zeg maar al de boze geesten. Zeg maar alles wat het meest negatief is. Ook voor hen. Zonder enige uitzondering. Dat is voor mij het begin geweest van een ommekeer, waardoor dit langzamerhand steeds meer werkelijkheid wordt. En ik moet nog zeggen, het enige wat ik zou willen zeggen in de jaren dat ik nog leef, ik ben 90, zo lang zal het niet meer duren, dat is mijn credo, je kunt er niet uitvallen. Niemand. Ik weet dat Masao Abe, daar zal ik dadelijk over hebben, mij daar wat voorbeelden van gaf toen ik hem een aantal dingen voorlegde. Dat Ashraya Paravritti, zoals dat heet, revolution of the fundaments of the heart, die ommekeer, ontwaken, verlichting, satori, hoe je dat noemt, is onlosmakelijk verbonden met een tweede uitdrukking in het Zen-boeddhisme. En dat is pratitya samutpada. Het is bijna Nederlands, bijna Vlaams, zou ik zeggen. Pratitya, daar zit het woord praktijk, daar zit het woord de kracht, de dynamis, de kracht in. Sam ut pada. Samen eruit het pad. Het pad waar we er samen uit mee komen. Is er verlossing, dan is hij er voor alles en iedereen zonder uitzondering. Dat heeft mij zo ten diepste geraakt toen ik voor het eerst met het boeddhisme in aanraking kwam. Dat was toen ik amper geïnteresseerd was. Ik nam een boek mee om reis naar Parijs. Een boek over, ik zag het staan, een Aula Pocket, heel goedkoop over boeddhisme. Ik dacht, nou ja, ik zal eens kijken, misschien is dat ook wel wat. Maar het heeft me zo verbaasd. Twee dingen. Ten eerste, de diepste werkelijkheid die in het Oosten altijd uitgedrukt wordt door een vrouwelijke gestalte. Dat heeft mij geraakt.
Wij kennen God de Vader, God de Zoon. Het is echt een herentrio, laten we maar zeggen. En in het oosten ontdekte ik, dat is diepste grond is Prajnaparamita. Moeder en oergrond van al wat is, zoals het in het tekst staat. Of Kuan Yin, zij die luistert naar de smeekbeden. Eigenlijk is het ook iets wonderlijks, dat vertel ik erbij, wat mij geraakt heeft. Als ik in het oosten kwam, of in Rusland kwam, of in een katholieke kerk ooit kwam, de meeste kaarsjes branden voor Maria. Het is of het mensenhart weet dat de gestalte van de moeder, de vrouw, het diepste de barmachtigheid uitdrukt. Is ook een Chinees gezegde, hè? De vader is streng, de moeder is barmachtig. Dat is niet altijd zo natuurlijk, maar we voelen allemaal wel aan, er is een verschil in houding. Dat moet er ook zijn. Het heeft allebei zijn waarde. Maar die christelijke houding met die mannelijke godheden, dat is voor mij in mijn verleden eerder bezwaarlijk geweest en dreigend, beklemmend. En de bevrijding was die vrouwelijke gestalte. En het tweede punt is, je kunt er niet uitvallen. Is er een verlossing dan voor alles en iedereen zonder uitzondering? Zonder uitzondering. Sorry dat ik dat met zo'n nadruk vertel. Dat is echt mijn diepste credo. Het is zoals het woord dat uit het hart komt. Ja, het woord dat uit het hart komt. Even verder kijken op mijn papiertje hoor. Ja. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de Japanse zenmeester, een van de stichters van de zuivere landrichting. Meestal bij boeddhisme denken we aan mediteren. Inderdaad, de meeste boeddhistische richtingen kennen dat ook. Dat is de grondhouding waarmee de Boeddha begon in het verleden, 500 voor Christus, waardoor voor hem het open ging. Maar er is ook een richting, de zuivere landrichting, die beseft, het is niet iets wat wij zelf doen. Het is genade. Grenzeloze genade. Grenzeloos. Om niets gegeven. Zonder uitzondering voor iedereen. En juist vanuit die eerste gelofte, ontelbaar zijn de levende wezens, ze zullen alle worden bevrijd. En dat dat iets is wat niet een gevoeltje is in je binnenste, maar een kracht die werkt. En het is Masao Abe, mijn eerste leraar, die mij daar zo diep van overtuigd heeft en waar ik dadelijk een voorbeeld zal geven. Maar Shinran, die stichter die ik net noemde, heeft daar een mooie uitdrukking voor. Als de goede al gered worden, zegt hij, door hun deugdzaamheid. Nou, goed gedaan jongen, goed gedaan meisje, kom maar binnen in het licht. Dat is mooi. Maar het is veel ontroerender dat iemand zegt, het is niet gelukt hè, het is je niet gelukt. Het hindert niet, het is je vergeven. Kom toch maar binnen. Dat is genade. En dat zegt Shinran met die uitdrukking, als de goede al gered worden, hoeveel te meer dan niet de mislukte. Want het is voor hen, speciaal voor hen, waarop de Boeddha of Kuan Yin of Amida Boeddha of wie dan ook, of wij ook, de gelofte afleggen. En hij zegt er nog bij, speciaal voor de, en dat is een boeddhistisch begrip, de Ichantiki. De Ichantiki is in de boeddhistische filosofie degene die bij elke reïncarnatie dieper zakt. Juist voor hen, de absolute zekerheid. Wat gezegd, Amida Boeddha of Kuan Yin in hun voortijdelijke gelofte, die nemen aan dat ze zelf het licht niet zullen binnengaan als niet alles en iedereen zonder uitzondering. Ook de Ichantiki. Dat was zo bevrijdend voor mij, voor Shinran, maar voor mij is dat echt een grote ommekeer geweest. Ik zal daar iets bij vertellen. Toen dat mij zo plotseling overviel op een moment dat ik dacht dat er uitval, en dat zeg ik nooit vergeten, het lijkt een anekdote. Er zat op dat moment een vlinder voor het raam in mijn huis en die kon niet naar buiten. Het was als het ware een symbool voor wat met mij gebeurde of wat met ons allemaal gebeurde. En ik heb toen een glas genomen en een kaart en ik heb die vlinder gevangen en die heb ik naar buiten gebracht. En het is een kleinigheid, maar het is voor mij zo iets wonderlijks en bevrijdends. En dat is nou tegelijk, ontdekte ik toen, het is een stukje van een koan. Wie doet het nou? Verlossen wij het als we de gelofte uitspreken? Ontelbaar zijn de levende wezens, ze worden alle bevrijd. Of is het puur genade? Het is het allebei.
Allebei. En wij kunnen dat niet ruimen. We kunnen dat niet ruimen. Ik weet, of u weet misschien, u kent allemaal het begrip een dilemma. Ik sta voor een dilemma. Dat betekent, het is dit niet, het is dat ook niet. En de Boeddha zei, het bestaan, alle grote vragen over het bestaan, is een tetralemma, heet het dan. Dat wil zeggen, de Boeddha zei, als ik over iets zeg, het is dit, het is ja, dan mis ik het. Is het nee, dan mis ik het ook. Is de wereld eeuwig? Is het universum eindig? Is de tijd eindig? En eigenlijk brengt hij ons door, dat is niet ja, niet nee, het is niet allebei, bij ons eigen hart. Wat zegt ons hart? En Masao Abe, toen ik met hem over die tekst had, zei tegen mij, wat jij diep in je voelt, onweerstaanbaar, onlogenbaar, blijf daar trouw aan. Zelfs als zou, dat zei hij letterlijk, bij wijze van spreken, de Boeddha of Christus of wie dan ook, jou openbaren, hier is geen redding mogelijk. En dat ging met name, ik herinner het me nog, om iemand die ik persoonlijk goed gekend heb, die een moeilijk leven had en die tenslotte suïcide pleegde. Uit het leven stapte en een vreselijke, godslasterlijke brief. Een één brief van haat tegen God en één opstand. Ik heb veel met die persoon gepraat voordat het zover was. Ik heb mij machteloos gevoeld. Ik heb het aan Masao Abe verteld, dat ik me geen raad wist. Ik weet nog, hij zat, maar op dat moment stond hij op om iets duidelijk te maken. Hij was ook al een man van bijna 80. Hij stond op en die zei, listen, if you want to help her, en hij corrigeerde zich, zei hij, no, not to help her, if you want to save her for eternity, sit deeply and strongly in meditation. And stay with your heart, with your deep desire. En daar zei hij daarvan, hij is een filosoof, it is existentially and essentially stronger, sterker dan alle oordeel. Daar ben ik dus voor die persoon gaan zitten. Maar echt in de overtuiging, in het geloof, dat de genade, want dat is het toch, hè, al kunnen we er niet bij, dat daar niemand uit kan vallen. Er is ook een prachtig boek van een Franse schrijver, Bernanos. Dat heet, ik geloof, daar komt de uitdrukking tout est grâce in voor. Alles is genade. Dat gaat over een mislukte priester die een lage wal raakt, een hoerenloper wordt, atheïst wordt en die uiteindelijk sterft als in het vreemdelingenlegioen. En zijn laatste woorden waren, toen hij zijn handen vouwde op sterven, zwaargewond, tout est grâce. Er is geen mooiere uitdrukking dan dat. En echt, ik zou uit de grond van mijn hart tegen zeggen, en dat is precies, je kunt er niet uitvallen, vertrouw daar grenzeloos op. Niemand, u niet, ik niet, niemand kan daar uitvallen. Dat is een credo. Dat is het allerbelangrijkste, dat is de essentie, niet alleen van boeddhisme, maar eigenlijk van alle authentieke, echte religie. En dan heb ik hier twee voorbeelden, twee concrete voorbeelden. Het ene heb ik al genoemd van die oude Chinese monnik. Die precies hetzelfde zei wat was tegen mij. Hè? Toen ik daar ook over had. Ik heb heel erg geworsteld met het christendom, met hemel en hel. Nogmaals. En daar kreeg ik ook te horen. Met dezelfde woorden. All must be saved. All will be saved. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En Masao Abe dus ook over dat meisje, studenten die ik kende. Hij zei er nog iets bij. Hij zei, wij hebben zo geleerd te buigen voor wat is. Alsof het belangrijk is. Al die muren die ons in de weg staan. Zo is het, dat heb je te aanvaarden. En hij zei, nee. The most important is the creating fiat. Hij gebruikte het Latijnse woord. Mogen het zo zijn. Vanuit ons hart. Mogen het anders zijn. Is sterker dan alle statische statistiek est. Zo is het. Dat laatste is buigen voor een muur. Alle grote koan-verhalen gaan er ook over. Juist niet buigen.
Het heet De Muur Zonder Poorten. Je kunt er niet doorheen. Alles lijkt te suggereren. Buig, capituleer, geef je over, laat het los. Nee. Uit de grond van ons hart tegen alle muren. Het wonderlijke is, Dostojevski gebruikte precies dezelfde symboliek van de muur. De muur van 2 keer 2 is 4. De muur van de zekerheden, de morele zekerheden, de ethische, de filosofische, die ons dit voorhouden. En het scheppende is nee. En de oproep, ook van Dostojevski, maar we vinden het ook bij Kierkegaard, is trouw te blijven tegen alles in aan dat scheppende fiat. Mogen het anders zijn. En dat is precies die diepste wens die tot uitdrukking komt in wat de titel is van mijn verhaal vanavond en ook van mijn boek. Je kunt er niet uitvallen. Niemand kan eruit vallen. Dank u wel. We gaan terug de stilte in. Zullen we 5 minuutjes gaan zitten in de stilte? Ja.
Dankjewel, Tom, voor je gepassioneerde verhaal. Dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel. Nee, jij voor alles bedankt dat je me zo, dat we het samen doen. Nee, Sam Utpada. Sam Utpada. Zullen we de gelofte maken? Ja, dat is mooi. Dat de gelofte. De gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is. Ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn. Ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is. Ik ga daarvan de belichaming aan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is. Ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn. Ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is. Ik ga daarvan de belichaming aan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is, ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is, ik ga daarvan de belichaming aan. Iedereen hartelijk dank die erbij was. Fijne avond nog. Tom, het is nu de mogelijkheid om vragen te stellen. Elsbet komt daar nu voor in de. Oh ja, oké, sorry. Nu over. Ja. En Elsbet gaat nu. Als ik het niet goed hoor, moet jij het maar herhalen. Ja. Tom, dankjewel ook voor je bevlogen en doorleefde verhaal. Er is nu de mogelijkheid om voor mensen om te reageren. Stel je vraag of typ je reactie in de chat en dan lees ik deze voor aan Tom. Misschien zijn er geen vragen. Goed, een vraag van Saskia. Wat bedoelt u met genade? Is dat hetzelfde als lot? Als? Lot. Wat bedoelt u met genade? Oh, is nee. Hetzelfde als nee. Lot? Nee. Het is moeilijk uit te leggen wat er is. Wat is nou genade? Iemand mailde mij een keer. Ik ken het woord genade alleen als ik gevochten had met mijn broer. En dan hield hij me in de houtgreep tot ik genade riep. Is dat wat u bedoelt? Nee, dat is het dus helemaal niet. Genade is iets wat je om niets zonder verdienste gegeven wordt. Hè? Wat je zomaar krijgt. En waar je dus uiteindelijk grenzeloos op kunt vertrouwen. Dat is genade. Dat is eigenlijk wat ik uitdruk met je kunt er niet uitvallen. Waar kun je niet uitvallen? Ja, dat moet ik zeggen, dat is genade. Dat is het grenzeloze liefde of de compassie van de werkelijkheid, van Kuan Yin, van Boeddha, van de werkelijkheid met een gelaat. Want dat is toch niks anders
als wij zeggen Kuan Yin of Boeddha of Prajnaparamita. Het zijn pogingen om te zeggen dat de diepste werkelijkheid een jij is, een jij. Ja? En die jij die grenzeloos ontfermt, die niet om je verdiensten, zomaar, ja. Ja? Dank je, ja. En waar iedereen, ook diegene die dat vraagt, heel nadrukkelijk, wie was dat ook weer, Maria? Saskia, uit de grond van mijn hart. Niemand kan eruit vallen. Vertrouw daarop en wees daar blij en dankbaar voor. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Punt. Period. Ja? Oké? Okay? Dankjewel. Ik denk dat daarmee de vraag van Viston ook beantwoord is. Als dat niet zo is, Viston, stel dan nog een keer je vraag in de chat. Lien vraagt, het laatste stukje dat jullie reciteerden samen met Elsbeth, wat is dat precies? Waar komt het vandaan? De gelofte van de Bodhisattva, wat is dat precies? Er zijn mensen die die niet kennen, de gelofte van de Bodhisattva. Oh, hoe tel als de levende wezens ook zijn. Wat is dat precies? Waar komt dat vandaan? Niemand weet dat precies. Het is uit de eerste tijd van het boeddhisme. Het is een van de oudste, waarschijnlijk, teksten die bekend is om iets uit te drukken over de grote weg. Zo heet het ook wel. Ja? Het blijft stamelen. Het blijft eigenlijk is het proberen te zeggen... eigenlijk is het om te zeggen... Ook al is het 100% genade of niets gegeven, het is tegelijk iets wat wij tot uitdrukking brengen. Maar ook, dat is bijvoorbeeld Dogen, de stichter van het Zen-boeddhisme in Japan, die zegt het zo, zelfs datgene wat wij voelen of ervaren als zogenaamd onze eigen diepste persoonlijke inzet, is uiteindelijk een volkomen gratuïte, genadevolle gave van de Boeddha Dhamma. Daar kun je niet met je kop bij. Wij denken, ik ben het die het doet. Ik ben het die het zegt. Ik hou de tijdshow. Ik probeer deugdzaam te leven. In feite is dat alles is genade. En dat is tegelijk om zo dankbaar voor te zijn. Dat is echt de uitdrukking. Je kunt er niet uitvallen. Tout est grâce. Ja? Dankjewel. En het is ook uit het Mahayana-boeddhisme. Het is echt de Bodhisattva. Ja, daar wou ik erbij zeggen. Het is goed, Elsbeth, dat je dat zegt. Er zijn in het boeddhisme veel stromingen. Je hebt de Mahayana, de Hinayana. Dat is Thailand voor Laos, Cambodja, Ceylon. Dat is een soort boeddhisme waar het accent vooral ligt op ik mediteer zelf. En dan kan ik misschien proberen te verlichten en een ander te helpen. Maar het Mahayana gaat ervan uit dat er alleen maar redding is als die er is voor alles en iedereen. Dus het sluit onmiddellijk, dat heeft mij het meeste geraakt. Daar komt deze uitdrukking vandaan. Hè? Ook al weet ik dat het uiteindelijk genade is, tegelijk is het helemaal ook afhankelijk betrokken op mijn inzet. Maar kom er niet aan met je kop. Ga het niet uitpluizen. Het is wat in het boeddhisme heet een koan. Een onmogelijke vraag. Ik heb heel lang ook daarmee geworsteld. En aan mijn leraren gevraagd. Hoe zit dat nou precies? Is het nou dit en dat? Ik weet wat ik als antwoord krijg. Leg het neer in je hara. Leg het neer. Dat is het midden. Leg het daar neer. Kom er verder niet aan. En blijf daarmee zitten. En dan komt er op de duur, komt daar met de tijd, komt dan die duidelijkheid. Echt bij iedereen. Ja? Mijn pleegmoeder zei altijd, dat is het mooiste, jongske vertrouw. Ik heb heel lang niet kunnen vertrouwen. Überhaupt niet, in het leven niet, in mezelf niet, in niks niet. En zij bleef maar herhalen, jongske vertrouw. Ze zei er ook altijd bij, pak de jas van de eeuwige moeder, trek haar aan een jurkje. Ze laat ze, de eeuwige moeder, dat was zo, zij was van huis uit Indonesië, vertrouwd met bepaalde beelden, zoals van Kuan Yin, het oosten. Maar dat heb ik nooit vergeten, dat grenzeloze vertrouwen van haar. Jongske vertrouwen,
Ja? Meisje vertrouwen. Oké? Okay? Oké. Okay. Ja? Ik denk dat een aantal vragen ook op deze manier al beantwoord zijn. Ik probeer een beetje, niet alle reacties kan ik voorlezen. Een andere die nog op verschillende manieren terugkomt, is de vraag hoe het er niet uit kunnen vallen zich verhoudt tot overlijden. Is het zo dat als je dood bent, je er ook niet uitgevallen bent, bijvoorbeeld? Precies. Juist. Juist. Liefde of compassie reikt grenzeloos over de dood heen. Absoluut. Ik zou het nog sterker willen. Dat is iets wat in het Oosten heel erg benadrukt wordt. Maar we vinden het ook terug in het christendom, bijvoorbeeld bij Paulus. Hè? Hier zien wij op aarde alles in een wazige spiegel. Dat is zo. Wij hebben heel beperkte zintuigen. Ja toch? We hebben heel beperkt verstand. Het is maar een glimpje wat wij waarnemen. Maar ooit zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is een manier om te zeggen dat bij de dood wij bevrijd worden van beperkingen. En wij zitten vol beperkingen, vol vooroordelen. Kijk maar eens wat er in de wereld gebeurt. Ja? En dat valt dan weg. Juist dan. Ja? Dat is niet iets wat ik kan bewijzen. Dat is iets wat uit het diepste van mijn hart komt. Het is gewoon zo. Punt. Ja? Ja, mooi. Degene die dat vroeg, absoluut. Ga maar gewoon zitten en blijf maar bij je verlangen dat het goed komt. Dat is genoeg. Blijf maar bij jouw diepste verlangen. Dat is het mooiste wat je hebt in je leven. Dat is het zuiverste van je hart, dat je verlangt dat alles goed komt. Blijf daar maar bij. Ik heb daar ook heel lang mee moeten worstelen. Met twijfel, met angsten, met alles. Iedereen heeft lang moeten zitten. De Boeddha zelf is 9 jaar. 9 jaar heeft hij daar in hele strenge meditatie gezeten. Voordat er een glimpje in hem opkwam. En sommigen nog langer. Ja? Maar het komt goed. Ik stel een volgende vraag van Pascal. Waarom is het juist zo? Hoe is dit ontstaan? Het idee, niemand kan eruit vallen. Waarom bestaat er zoiets als genade? Wie of wat is daar dan verantwoordelijk voor? Wie of wat is verantwoordelijk voor genade? Hoe kan genade, hoe kan zoiets bestaan? Dat is het grootste mysterie en het wonder, dat is niet te verklaren. Dat is iets wat je kunt ontdekken. Wat ik ook heb moeten ontdekken. Wat ik heel lang niet heb kunnen geloven. Integendeel. Dat is echt. Ineens is dat duidelijk geworden. Maar het heeft ook te maken met ons diepste verlangen. Met ons diepste verlangen. Dat niemand eruit kan vallen. Dat alles goed komt. Dat alles genade is. En eigenlijk wil het zeggen. Het universum is iets bezields. Heel het universum is iets bezields. Niet wat de wetenschap ervan ziet. Dat is interessant en mooi. Maar het is iets grenzeloos bezields. Bezield. En daar geven wij een naam aan. Het westers christendom heeft zo'n mannelijke god. Het oosten heeft er een vrouwelijke gedaan. Maar het belangrijkste is, het is een jij. Het is een jij. En dat kan ik niet bewijzen. Dat kan niemand bewijzen. Maar we kunnen wel ontdekken. Eerlijk is eerlijk, het mooiste wat er in het leven is, is toch een hele diepe ontmoeting met iemand. Ja, als dat er echt een ontmoeting van hart tot hart. Dat is het mooiste wat er is. Ik weet dat mijn pleegmoeder wel eens zei, jongske, wat is het toch wonderlijk. Soms heb je het gevoel dat je als een soort steen in het universum helemaal alleen daar maar drijft. En dan is daar ineens die ander. Dan alles verandert doordat er een ander is. Dat is toch zo? Dat is toch zo? Dat zou ik tenminste iedereen toewensen. En dat hoeft niet een partner te zijn of een vriend, maar ergens een diep gevoel dat het universum niet iets doods is, maar levend. Levend. Een jij. Een liefdevolle jij. Waar je niet uit kunt vallen. Die enkel genade is. Ja? Amen. Ja? Femi vraagt, Tom, kun je genade ook Boeddha-natuur noemen?
En Pim vraagt, kun je het begrip Boeddha-natuur uitleggen voor ons? Ja, kijk, ten eerste over genade en Boeddha-natuur. Het boeddhisme kent inderdaad ook diezelfde begrippen, genade. Het heet dan, hoe heet het? Bhutanisthana, of een ander woord, Pali is dat, hè, zoals ik, Bhutanubhava. Dat betekent, uiteindelijk komt het allemaal van die grote jij, die wij Boeddha noemen, of Kuan Yin noemen, of God noemen. Ja, dat is het. Maar ze kennen dus ook dat woord Bhutanisthana betekent, het komt van die grote ander, van die jij. Ja, meer kan ik niet zeggen. Het is voor mij ook heel lang geen werkelijkheid geworden. Ik kon het niet geloven. Ik was zelfs opstandig. Ik was zo opgevoed met een godsbeeld dat me in de weg stond. Maar het is op een bepaald ogenblik toch in mij. Maar ja, ik ben al 90 jaar. Hè? Dus je moet zo lang. Hè? Ik was toen ook al een eind in de 50 dat dat pas gebeurde bij mij. Dat een glimp, de eerste glimp. Ja? En tegelijk wist ik, het is niet alleen voor mij, maar ik wist tegelijk. En dat is altijd bij iedereen die ontdekking, dat het voor alles en iedereen zo is. Zeker in het boeddhisme. Ja. Je kunt er niet uitvallen. Amen. Ton, Mari vraagt, hoe zit het dan met gerechtigheid? Want ook daar verlang ik naar. Ja, dat kan ik mij ook voorstellen. Daar is een heel mooi Joods verhaal over. Dat heb ik van mijn zoon. Mijn zoon was heel erg geïnteresseerd in het Jodendom. Er is een Joods gebedenboek, ik weet niet of u dat kent, de Siddur. Heet dat de Siddur. In de Siddur staat als motto om de hele Bijbel te lezen, om alles te lezen wat religie zegt, staat dit. Het is een verhaal. Toen de hoge priester in 400 voor Christus, die en die en die, in het heilige der heiligen, in vertwijfeling zat. En een teken vroeg van hoe God nou was, die eeuwige. En op dat moment verschijnt Yahweh. Verschijnt aan die hoge priester. En hij is ontsteld. En hij is ontsteld. En dan Yahweh zegt dan tegen hem iets wat hij niet begrijpt. Hij zegt, wie bent u? En dan zegt hij tegen Yahweh, wie bent u? U bent één groot mysterie. En dan zegt Yahweh, vul mijn naam in. Vul mijn naam in. Als mens. Jij geeft mij wie ik moet zijn. En dan zegt hij, mogen uw barmhartigheid het grenzeloos winnen van uw rechtvaardigheid. En dat is precies genade. Dat is groter. Rechtvaardigheid is er. Maar wij kunnen niet weten hoe zich dat recht trekt. Maar het laatste woord is grenzeloze barmhartigheid, is vergeving. Dat het ergens recht getrokken wordt, daar kunnen wij niet bij. Daar ben ik van overtuigd. Dat er loutering zal zijn, oké, dat zal zeker. Dat we gelouterd worden, hoe dan ook, allemaal. We zijn allemaal onvolmaakt. Maar dat wij uiteindelijk, dat de genade zo onvoorstelbaar is, ja, hoe ouder ik word, hoe dieper ik daarvan overtuigd ben. En niet alleen ik, hoor. Ja? Oké? Okay? Ja. Als jij nog wat wil zeggen, op toevoeging, oké. Okay. Is er nog iemand die een prangende vraag heeft of reactie die ik niet genoemd heb? Ik heb geprobeerd een beetje de belangrijkste of de dingen die me opvielen eruit te lichten. Chat dan nu. Nee? Je wordt door veel mensen in ieder geval hartelijk bedankt, Ton. Veel mensen, ik bedank ook iedereen. We doen het samen. Een onder indruk. Dank je wel. Ik bedank jou ook. De beide Elisabethen. Ja, dank je. Iedereen. Oké, okay, alle goeds. Ja. Dan rest mij dan nog even. In ieder geval nog Ton hartelijk te bedanken. Elsbeth, bedankt voor jouw assistentie. Ja, fijn. Ja. En voor deelnemers wil ik ook nog graag de Dana noemen.
13Now platform drijft op Dana. Alle giften, hoe klein ook, worden zeer gewaardeerd, zodat wij meditaties en lezingen kunnen blijven aanbieden. Ik zal daar de link even nog voor in de chat zetten. En dan wens ik iedereen een hele fijne avond en heel graag tot een volgende lezing. Zeer veel dank. Insgelijks. Dank. Ja, wel te rusten. Dank je wel. Dag. Ja.